Ze zal toch niet zo achterlijk zijn dat ze niet meer weet dat ze dit liedje bij een optreden heeft gezongen. Ik denk dat ze wel zo achterlijk is, want laten we eerlijk zijn, ze is aardig achterlijk. Hoe vond je dat het ging? Ik doe er geen. Hey Jan, vraag 1. Waar is Dennis? Ja, die had zich verslapen. Die heeft belangrijkere zaken te doen dan dit. Bijvoorbeeld uitslapen. Samenvattend, wat is er precies aan de hand? Waarom was deze rechtszaak ook alweer? Nou ja, we hebben een diss track, zoals dat tegenwoordig heet, van Famke Louise laten horen in Roddelpraat. Waarin zij zingt over Ali B, die verschrikkelijke dingen met haar zou hebben gedaan. Die teksten hebben wij een interpretatie van gegeven, wat daar wordt gezongen. En Famke Louise, die was boos, dat mocht niet. Die trok ons voor de rechter. We mochten de tekst niet interpreteren, wat ook vreemd is. En we mochten het ook geen achterlijk wijf noemen, wat ook vreemd is, want het is toch moeilijk te ontkennen. God, die vrouw is toch achterlijk wijf. We hebben nu gewoon op beeld dat zij dat liedje aan het zingen is. Je kon ook trouwens horen dat het een afgemixte versie was met stereo geluid. Een equalizer om de valse nootjes eruit te halen, en dat is bij haar ook wel nodig natuurlijk. Dus het is allemaal gebaseerd op een leugen. Dus je staat er best wel goed voor, heb je het gevoel? Nou, als je deze verliest, dan kunnen we gewoon dit gebouw ombouwen tot een... Tot een hotel of zo, want dan is de rechtsstaat wel afgelopen. Ja, de hele reden dat wij in hoger beroep zijn begonnen is omdat mevrouw op een zaterdagavond mij een filmpje stuurde van het optreden van Femke Louise met het bewuste nummer op het feestje van, nou goed, bij haar broertje en haar vader. Nu begint hij niet aan je beetje, de lucht steeds flikker. Ik wil je feest vieren, maar ik zie geen slinger. Ik kan me een hand geven, ik geef je 2 vingers. Ik heb de smaak pakken, nu mag je me reet likken. Door die diss track te... uit te brengen op een verjaardagspartijtje, daar te laten horen, door die diss track te sturen naar radiostations, door een stukje op Instagram te laten horen, heeft zij zelf de publiciteit gezocht rondom die diss track. Famke Louise die wist niet dat zij tijdens het afspelen van de diss track gefilmd werd. Het is duidelijk dat die 10 of 12 aanwezigen op een kinderverjaardag een familie- of vriendenkring of daaraan gelijk te stellen kring is, of in ieder geval een zeer besloten kring. Uit de arresten van het Hof van Justitie volgt dat, dat dit niet kwalificeert als een publiek of een vrij groot aantal personen. Roddelpraat probeert af te leiden van waar het in de zaak in de kern om gaat. Namelijk om die bewering dat zij door Ali B zou zijn misbruikt. Dat zij daarover omwille van haar carrière haar mond houdt. En het feit dat die diss track wordt opgevoerd als bewijs voor die zeer ernstige beschuldiging. In de uitzendingen van The Voice, van This is The Voice, van in het programma Boos, werd met name ingezoomd op de bekende personen in The Voice of Holland, waar het ook enorm speelde destijds. En Ali B was daar een persoon in die daar een rol in speelde. En de connectie vanuit de diss track werd gemaakt. En zodoende was dit toen, destijds toen het werd uitgebracht, deze uitzending, was het heel relevant om dit te bespreken. Is bekend hoe Ali B hier in staat? Hebt u hem daarover gesproken? Is dat aan de orde geweest? Nee, ik heb wel gewoon een goede band met zijn broer, die ik ook wel regelmatig zag. En... ja, heb ik Ali zelf ook gesproken? Dat weet ik niet. Kennelijk Ali niet. Tegengekomen toevallig in de supermarkt en niks aan de hand. Ja. Maar nee. Hier niet over concreet gesproken. Nee. Maar u hebt hier niet concreet over gesproken? Nee, omdat ik het gewoon graag achter me wil laten en door wil gaan. En dat ook gewoon lekker wil laten voor wat het is. We hebben ook nooit stellig gezegd, zij is verkracht door Ali B. We hebben die tekst ontleed. Het was een raptekst. En die hebben we ontleed. Dat hebben wij gedaan. Maar we hebben haar nooit ergens iets van beschuldigd. Wilt u er iets over zeggen, mevrouw Meijer? Dat mag gewoon. Ja, ik wil er wel wat over zeggen. Jullie controleren dat niet bij mij. Ik ben net 2 weken bevallen. En ik krijg dit gewoon allemaal over me heen. Verplaatsen jullie je wel gewoon in iemand anders? Of hoe iemand anders zich kan voelen? Van Meijer, de gedachte is dat u tegen ons praat en niet rechtstreeks tegen de wederpartij. Nou ja, dan denk ik dat zij zich niet kunnen verplaatsen in iemand anders. Hm. Dit heeft mij en mijn gezin en de mooie momenten die ik moest meemaken als moeder, heeft het helemaal kapot gemaakt. Echt, serieus. Ja, jongens, hoe ging het? Zij zei dat het een privé-track was en we lieten zien dat ze dat zingt op feestjes. Ja, dan is het geen privé-track meer.
Dan verder vindt ze dat wij haar teksten niet mogen interpreteren. Nou, daar gaat ze niet over. Nou ja, kijk, luister, zij zingt een bepaalde tekst over Ali B. En wij hebben gekeken wat die tekst dan zou betekenen. Ja, als dat niet meer mag, dan hebben we een klein probleempje. Ik bedoel, je kan ook naar een museum gaan en dan zie jij er een wortel in. En ik een paashaas. Ja, gaat dan de kunstenaar boos op ons worden dat we niet het goede zien? Totale onzin. Op een gegeven moment werden jullie ook geconfronteerd door Femke zelf. Ze was ook op een gegeven moment in tranen. Deed dat nog iets met jullie? Nee, maar dat is iedere keer zo. En ja, het kan dat je het niet leuk vindt als mensen wat zeggen. En je kan je ook zelf verdrietig van worden. Ja, maar ja, dat is zwangerschap verpest. Ja. Nee, de bevalling. De bevalling. Het genietproces. Het genietproces hadden we. Ja. Nou ja, dat was niet alleen bij haar hoor. Mijn ex-vrouw denkt er hetzelfde over. Ik vind het niet vervelend om te horen dat jullie dat hebben aangericht volgens haar. Ja, ik vind het vervelend als iemand verdrietig is. Maar kijk, weet je, ze is zelf zangeres, ze is beroemd. Mijn vrouw die zat vol in de aandacht. Ja, dan worden er nare dingen over gezegd. Als je daar niet tegen kan, overigens... Dan moet je achter de kassa bij de Jumbo werken. Maar dat is tegenwoordig ook hartstikke gevaarlijk. De uitzending is overgelegd op productie 22. Ik wil een aantal citaten eruit noemen. Famke, Louise, you're fucked, achterlijk wijf. Dat betekent gewoon dat ze heeft gelogen. Ze zal toch niet zo achterlijk zijn dat ze niet meer weet dat ze dit liedje bij een optreden heeft gezongen. Ik denk dat ze wel zo achterlijk is. Want laten we eerlijk zijn, ze is aardig achterlijk. Nou, is het gebruik van die aanduiding achterlijk wijf even daar gelaten dat er chiquere manieren zijn te verzinnen. Maar die aanduiding, dat is natuurlijk iets wat in de toekomst zich gemakkelijk kan herhalen. En waarvan u ook gewoon nu zou kunnen zeggen, nou ja, als iemand dat nou zo vervelend vindt, dan houden we daar gewoon mee op. Dat zou ik kunnen zeggen inderdaad. Waar niet dat het probleem ontstaat dan, dat wij... En ieder die wij bespreken, kan vragen of wij hem of haar niet meer op een bepaalde manier wil bespreken. Dan kunnen we de stickers uit dat programma trekken. Ik geloof dat achterlijk wijf is niet een smaakvolle betiteling, dat geef ik eerlijk toe. Dat nog wel gezegd mag worden. Ik word vaker aangeduid door mijn partner in hetzelfde programma wat uitgezonden wordt als een lelijke, dikke, kale man. Nou ja, dat is dan maar zo. Terwijl u zegt, ik heb best nog haar. Ik zou zeggen, ik accepteer die betiteling. Want ik zie er wel wat in eigenlijk. Die woorden achterlijk wijf, gaan die nog voorbij komen? Zij wil dus dat we dat nooit meer zeggen. Volgende keer zegt Gordon, ik wil niet meer dat jullie me een bipolaire coke junk noemen. Patty Bart zegt, ik wil niet meer dat jullie me veenlijk noemen. Dan hebben we op een gegeven moment niks meer te zeggen. Ja, dan kunnen we net zo goed stoppen met het programma. En dat is niet leuk, want dit is zeg maar de dagbesteding van Dennis. Wat? Zo'n soort sociale werkplaats voor een greenscreen. Ja, was dit of harken? Femke, mag ik een kort vraagje aan jou stellen? Nee, echt niet? Hoe vond je dat het ging? Ik doe er geen. Je raakte op een gegeven moment ook in tranen. Wat gebeurde er toen? Het is klaar. Ja. Het is afgelopen. Hey, wat verwachten jullie van de uitslag? Ik denk 3-2. Ja. Een nipte overwinning in de blessuretijd. Ja, maar voor wie wordt die overwinning dan? Ja, voor ons natuurlijk. Ja. Nou ja, goed, kijk, als de rechter recht spreekt, winnen wij. Omdat, hoe kan je dit nou niet toestaan? Hoe kan je nou zeggen van, oké, ja, het was inderdaad een privé nummer wat je dus blijkbaar afmixt en op liedjes zingt. Of op feestjes zingt. Dat kan niet. Dus ja, we kunnen alleen maar winnen.